Sammy, ben je akkoord dat Antwerpen hier een hold-up heeft gepleegd vandaag? Ja, tuurlijk. Als ze met 10 komen te spelen en dat we gelijk staan 2-2. En dan dat je daarna met de 3 punten naar huis gaat. Ja, dan kunnen we wel een hold-up noemen. Ja, op een fout die er geen was eigenlijk. Ja, ik denk dat de scheidsrechter heeft zelf toegegeven dat het geen fout was. Maar voor ons kunnen we niks doen. Ja, na de wedstrijd kunnen we wel discussiëren, maar dan gaat het resultaat niet veranderen. Erg jammer allemaal, want we zijn heel goed begonnen aan die wedstrijd. 2 keer gescoord in de eerste helft. Ja, we zijn met veel drive, veel wil begonnen. We hebben het gevoeld, we hebben direct gescoord in de eerste of tweede minuut, denk ik. En spijtig genoeg dat de wedstrijd zo stopt en zo eindigt eigenlijk. Ja. Antwerpen was die eerste helft beter dan die tweede helft. En wij waren in die tweede helft ook heel goed wel, beter dan Antwerpen. Ja, ik denk dat we goed waren. Dat we offensief hebben gespeeld, goede kansen hebben gecreëerd. Er is een beetje gemist voor die 3-2 te scoren. En daarna op een fase, die discutabele fase, nemen we die 3-2. En dat is wel spijtig van. Ja, is dat de manier waarop we verder moeten bouwen, dat niveau van de tweede helft? Ja, eigenlijk het niveau van de hele wedstrijd, denk ik. In het begin hebben we twee goede golen gescoord. En dat moeten we ook meenemen voor de volgende wedstrijd. Op Cerkelbrugge? Op Cerkelbrugge, ja. Het is te doen? Ja, het is altijd te doen.